Voor ons zien we momenteel Jan Ples, de bekende leraar van Magiro Game, waar zijn eerste en bekendste student Lucien Cabin een wereldtitelgevecht vecht tegen de Thailander Nate Tawil. Jan, zeg eens, wat denk jij van de kansen van Lucien Cabin? Ja, de Thailanders kennende. Hij heeft zelf diverse wedstrijden van deze manier gezien. Uit zijn gegevens op te maken is het iemand die dus erg wild is en erg veel kan hebben. En iemand die dus heel erg sterk is met zijn benen. Hij heeft er zelf voor gewaarschuwd, maar hij is een erg complete vechter. En zijn stijl, het is gelukkig, denk ik misschien wel een van zijn grootste kansen, dat hij erg makkelijk op afstand vecht, dus dat hij hem niet te dichtbij laat komen. En erg veel achteruit kan vechten. En een van de belangrijkste dingen is dat Lucien heel erg sterk is in zijn combinatievermogen, vooral met zijn handen. Ik denk dat zijn grootste kracht eigenlijk is tegenover de Thai-boxer. Zijn handen, de Thai-boxer is meer iemand die trappen doet. En als hij dat goed weet te bestrijden met zijn handen, dus wat hij doet, op het juiste moment een keihard doet, denk ik toch wel dat hij een grote kans heeft. Ja, want hij heeft de bijnaam dus, dan wel in een andere taal dan wij, maar op Hollandse zegt de schenenrouwer, hè, die ja. Nate Tawil. Ja, dat klopt. Hij moet ontzettend hard kunnen trappen. Hij heeft iemand zijn benen. Heeft hij een bepaald concept dat hij daarop getraind heeft of zo? Zit dat in zijn programma? Ja, het is hetzelfde concept als alle Thailanders. Ze proberen een pijngrens alle dingen te verleggen door dus op de bananenbomen te trappen. Wij hebben er hier in Nederland andere middelen voor. Ja, wel even min of meer in een welvaartsstaat en moet je toch qua levenspatroon toch meer afzien. Zijn bikkelharde mensen gewoon, hè. Erg hard voor hun eigen ook. Maar Lucien is ook erg hard voor zichzelf. Hij kan ook goed afzien. En ik denk dat zijn programma wordt dat je dus veel op afstand in en uit blijft vechten. Dus probeert te raken en weg te wijzen en raken en weg te wijzen. Door op die manier, ik hoop binnen 3 ronden de partij eigenlijk is zijn voordeel om te zetten. Anders, als hij te veel moet incasseren, zal het een erg moeilijk gevecht voor hem worden. Maar dat wisten we van tevoren.